Goedemiddag mensen. Vanuit nog steeds Sweetie Suriname. Ik ben vandaag had ik contact met een bewoner van een tehuis. Waar ik vorige keer in gesprek ben geweest met de directeur. En die meneer is ontevreden over zaken. Dus ik ben hier gekomen. En het huilen staat mij nader dan het lachen. Het is ongelooflijk. Hoe wij gewoon zo met mensen omgaan. It's beyond. Oké. Okay. Deelt u deze live? Nou ja, sorry, ik zeg het zo met een attitude. En twee nummer waar, maar wilt u deze live ook zoveel mogelijk delen? Ik ben hier in de wasruimte. Ik kan u zeggen, het ruikt. Het zijn kleren die gewassen moeten worden. Onfris. Er liggen mensen op bedden met hele warme dekens. Ik ga die meneer niet laten zien, maar dit is een deken. Dit is niet voor Suriname. Weet je dat bij Asiana ook een stoel, een poststoel schoongemaakt? Dus ik heb deze net omgedraaid. Kijkt u. I don't give a F. Maar ze de politie voor me bellen. Ziet u dit hier? Brand slipper, je boeren maar. Oké. Kijk hier. Kijk die deuren. Ik was zo kom weer met u hè, om te praten, weet je nog? Ja. Dat is in deze kamer 7 bedden. Moet die meneer zo blijven liggen? Moet hij op bed geholpen worden met zijn benen? Ik laat geen patiënten zien, hè? Bewoners zien mensen, dat vind ik niet netjes. Ga je die meneer ook naar buiten komen? Ja, ik wil geen mensen laten zien. Dus, dit was de directeur die ik vorige keer heb gesproken. Van Son. Van de Marowijnenstraat nummer 51. En hey. Nee, ik ga hier staan. Oh ja, gaat u zitten. Is deze stoel goed? Ja. Zo. Goeiedag. Goedemiddag. U bent ook niet tevreden? Nee, helemaal niet. Vertelt u waarom? Er wordt niet naar ons gekeken. Kijk, zo, geen schoonmaaksters, niemand. Zusters komen niet aan het werk. En waarom komen ze niet aan het werk? Ze worden niet betaald. Ik neem ze niet kwalijk. Nee. Ik zelf ben een patiënt, maar af en toe let ik een beetje op. Maar het is niet leuk. Ik zie. Alleen waarschijnlijk zie, maar ik zie het. Ja. En is er eten? Geen, helemaal niet. Over de maand juni, over de maand mei, geeft hij onze hoofdzuster 2300 SRD. Wat gaat ze met 2300 SRD doen? Ja. Maar zelf die 15.000 die hij geeft per maand is niet genoeg, want alles is duur. Ja. En, maar hij krijgt wel, die meneer krijgt, de directeur krijgt wel geld van de sociale zaken. Dat is zeker. Hij kan niet zeggen dat hij het niet kreeg. Hij zei vorige keer bij mij in het gesprek, volgens mij, dat er achterstand is van sociale zaken. Dan moeten ze persoonlijk naar sociale zaken gaan. Maar iedereen is een beetje wil niet praten omdat ze bang voor die man zijn, want hij jacht snel weg. Je bedoelt het personeel of de bewoners? Ja, nee,
personeel, bewoners, gaat, hij gaat, tenminste, ik ga hij niet kunnen wegjagen. Zodra ik die plaats heb, ga ik niet weg. Want sociale zaken heeft moeten zijn. Dus je bent niet bang nu dat hij boos gaat worden omdat u met mij heeft gesproken? Ik ben helemaal niet bang. Ja. Ik heb een jaar lang gelegen in Japones, in RKZ. Ik heb twee grote rekeningen. Ik heb een rekening van 134.000 SRD. Eentje van 57.000 SRD. Die laatste rekening is, moet ik nog gaan halen, is bijna 45.000. Eigen kosten. Ja. En hoe is het verblijf? U slaapt op een kamer met meerdere mannen? Hoe ja, is ik, ben met drie men, ik ben met drie mannen in de kamer. En dat gaat goed? Bij mijn kamer heb ik geen probleem. Hoe is het hier met de hygiëne gesteld? Worden uw kleren regelmatig gewassen? Ik was mijn kleren zelf. Niemand was mijn kleren. Mijn kleren worden niet gemixt met mensen. Ik wil niet. Ja. Maar wat vindt u eigenlijk, wat zou er moeten gebeuren als u het voor het zeggen had? Als die man het niet kan draaien, laat hij het overdragen aan iemand. Ja. Want hetzelfde probleem, overal waar hij plaatsen heeft, is hetzelfde probleem. Ik heb elke avond contact met Coroni. Hetzelfde probleem daar. Voor 12 mensen geeft hij 1800 SRD. Wat ga je met 1800 SRD doen? U mag meneer Rozenblad bellen, ik ben niet bang, ik zeg het. Hij runt daar momenteel. Ja, die ken ik. Ja. Ik heb ook zijn nummer van meneer Rozenblad, ja. Met een andere situatie. Geen eten, kijk vanmorgen. Gistermiddag is stroop hebben we gemaakt, geen suiker, niks is er. En er is ook is geen internet ook hier, is een achterstand dat stroom ik denk, en water. Dus... Ik denk dat hij internet niet betaalt. Oh, nu heb je maar wel. Stroom, water niet. Hij moet die man boven ook een aantal maanden betalen, geen huur. Oh, en die man is ook een chatfoutouman. Ook een man met een beperking bedoel ja. Je? En die woont hier boven? Ja, is eigenaar. En hij woont ook hier zelf? Ja. Dan ga ik misschien zo meteen even aankloppen. Dat kan niet eerlijk. Voor vanmorgen hebben we besluit genomen, heeft hij iedereen 2-4 besluit gegeven. Met een beetje stroop. Wie? Die keukenman. Dan hebben we geen eten. Heeft vanmorgen geen brood gehad? Ik heb mijn eigen brood, ik koop mijn eigen brood. Ik krijg van mijn vrienden. En heeft u vanmiddag gegeten? Vanmiddag hebben we gegeten. Iedereen warm gegeten? Nee, alleen witte rijst met een beetje, een stukje kip. Alleen dat erop, want er is niets anders. Ja. Stel nou als mensen willen doneren, wat zou u zeggen? Is het verstandig om hier te doneren, om te helpen? Graag. Ik sta toe, ik geef het toe. Maar niet voor meneer Gemers, laat ze bij zuster Bosman komen. Ja. En daar doneren ze. Zuster Bosman is aanwezig. Ik vraag of zij wil komen. Ik heb haar telefonisch geïnterviewd. Misschien wil ze ook komen praten. Want ik heb haar telefonisch geïnterviewd. Het is niet leuk hoor, mevrouw. Ik ga je eerlijk zeggen. Kijk, voor vanmiddag hebben we geen brood. Voor vanmiddag is er geen brood. Ik heb al gezegd, ik ben nu aan de Marowijnenstraat, nummer 51. Bij een opvangtehuis, een bejaardentehuis kun je zeggen. Hoe heet het hier? Ja, Gozontu Osso. Gozontu Osso, waar 17 personen bewoners leven. Personeel niet wordt uitbetaald. Weinig geld is om boodschappen te halen. En er heel veel achterstand is. En zijn andere collega's ook van mij. Want ik denk dat dit moet verteld worden. Ik heb zelf laatst gesproken met meneer Gemers. Ik heb u toen aan de telefoon gehad, zuster Bosman. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik heb net een rondleiding gehad. En ik heb een en ander gezien waarvan ik zeg, dit is wel erg triest dat mensen zo moeten leven. Ik zou mijn vader hier niet willen laten. U wel? Nee. Nee. Wat moet er gebeuren, zuster? Een hele verandering. Als er ook middelen zijn, als de zusters op tijd worden betaald, dan denk ik dat het beter kan. De zusters zijn ook niet gemotiveerd. Ik als de leiding help met schoonmaak. Die was ook de kleren wassen. En ik heb andere taken. Ik moet rooster in orde maken, de inventaris, ik moet de inkopen doen. Het is eigenlijk een beetje veel. En nu, hoe ik 2 dagen ziek ben geweest, dan kantoor en ik kom zo laat hier, heb ik ook niets kunnen doen. Ik heb nog geen bezem gepakt, ik heb nog niet gedweld. En ja, want hoeveel het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Want hoeveel personeelsleden heeft u om in te roosteren? We hebben 12 mensen, maar van de 12 zijn er 5 mensen die niet komen, omdat ze niet hebben ontvangen.
Dus u heeft met 7 mensen te maken? Nu, momenteel. Ja. En hoeveel mensen zijn er nodig om een dienst te draaien? Normaal gesproken een late dienst, en er 2 mensen? Eigenlijk normaal 4 mensen per dienst. Okay. Maar dat hebben we niet. Nee, weet je, maar 7 personeelsleden? Nee, dat hebben we niet. En ik begreep van de bewoner dat soms 's avonds geen nachtzuster is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zegt u ook, hè? Ja. Dat klopt. Ja. Dat jullie gewoon alleen zijn 's avonds. Ja. Ja. En al deze mensen die op bed liggen, heb ik gezien, zuster, die niet eens kunnen opstaan, die liggen dan de hele nacht alleen. Er is geen controle. Er is geen, dat klopt. Dat klopt. En meneer Gemers, de directeur, weet hiervan? Zo, ik denk niet dat hij het weet. Het kan dat hij het weet of hij het niet weet, maar... Maar wie hoort het, dat hoort u toch als verantwoordelijke door te geven? Van, ja, heeft u dat gedaan? Ik heb het niet gedaan. Omdat ik vaker hem contact... Ik vraag hem naar geld om middelen te kopen en dan zegt hij, maar hij heeft niet. Meneer Gemer, komt u naar de stad, ik heb wat geld nodig. Nee, ik kom niet naar de stad. Als ik geen geld heb, wat moet ik komen doen? En dat waar woont hij dan? Hij woont dus niet in de stad? Nee, niet in de stad, nee. Oké. En, maar goed, meneer Gemers, want u bent verantwoordelijke hier. Ja. Dus u hoort eigenlijk alles te, ja, te brieven, door te geven aan hem, met hem terug te koppelen. Maar luister, ik heb geen personeel, ik heb geen schoonmaaksters, ik heb geen middelen. Doet u dat ook? Er is geen nachtzuster. Ja, ik geef hem die dingen wel door. Wanneer die zusters hebben een limit, maar ik geef het zeg, die zusters mogen 250 uren werken. Toch? 250 uren? Ja, ja, maar meer gaat hij niet betalen. En wanneer we vastzitten, dan laten we die zusters meer werken. Maar om hun geld te krijgen is een probleem. Hij wil het gewoon niet betalen. Maar als je... Niet die 250 uur, als ze meer hebben gewerkt en je betaalt ze niet. En ik zet de andere zuster in de plaats, ga je die zuster wel betalen. Wat is het verschil? Ja. Wat maakt het uit? Mm. Ik was kleren hier, ik doe schoonmaak. Als ik mijn uren moet bijschrijven, ga ik het betaald krijgen? Nee, ik ga het niet betaald krijgen. Hoe gaan we hier verandering aan brengen? Als hij zo blijft denken. Maar hij zegt dat hij het geld niet krijgt. Hij is blij met sociale zaken, maar... Waarschijnlijk lopen ze ook achter met de betalingen. Dus dat heb ik, vanaf ik in zondagszorg werk, hoor ik dat verhaal van dat de sociale zaken achter is. Ze krijgen geen ressources en zo. Ik weet niet of ik dat moet geloven, dat weet ik niet. Ik daarmee bemoei ik niet als ze het laag krijgen. Maar het probleem gaat niet opgelost worden als we elke maand iedere keer achter zijn met gelden. Ja. Want ik voel het iedere keer. Er zijn tijden hier geweest dat mijn man en ik alleen hier zo moeten werken en schoonmaken. Het lukt niet. Nee. Het lukt zo niet. We gaan er kapot aan. Ik denk zelfs dat ik ziek ben geworden omdat het een beetje te veel is voor mij. Ja. Ja. Het is een beetje te veel. Mensen zijn niet gemotiveerd wanneer ze opdrachten geeft. Achteraf hoor je dat er wordt gezegd. Wat denkt zuster Bosmans? Laten zij meneer Gemer dat werk doen. Dat zijn de dingen die je achteraf hoort. Toch? Wat denkt zuster Bosmans? Die koopt je zo'n money, dat allemaal mee op zo'n mensen niet. En ze bewijzen het ook dat ze dat niet doen. Wat je ze vraagt om te doen, dat heb je. Okay, ik heb de brutaliteit moet ik allemaal incasseren. Van de zusters? Van de zusters, ja. Ja, want ze hebben geen geld gekregen. Ze werken. Ja, ze hebben geen geld. Dus aan de ene kant, begrijpt u? Dus als, kijk, ik ben 2 dagen niet geweest. Ik ben gekomen, alles is zo gebleven. Ik moest alles van de lijn weghalen wat al droog is, toch? En wat niet gewassen is, is niet gewassen. Ze gaan het niet doen, want ze krijgen geen geld ervoor. Nee, maar dit is eigenlijk werk voor een werkster, een schoonmaakster. Ja. Ja, toch? Ja, en het is ook moeilijk om mensen binnen te halen. Het is heel moeilijk om mensen binnen te halen. Ja. Oké, wat moet er gebeuren? Er moet daar echt verandering komen. We kunnen niet zo leven. We zijn bejaarden. Ik kan nog mezelf helpen. Ik kook mijn eten zelf. Toestemming van mevrouw Bosman. Vanaf ik in het huis ben gekomen. Omdat ik kok was. Dus, komt u even met me mee? Hi, Dudu! Ik heb andere collega's gevraagd om te komen. Dus jij moet heel veel verbeteren. Sorry, ik wil deze mensen niet op beeld. Ja, gaat u hier zitten, want die andere hoeft niet te lang te staan. Ja. Dus, oké, als ik nu boodschappen zou moeten halen, wat zou ik moeten brengen? We hebben nodig rijst. Olie, suiker, broodbeleg, broden per dag,
S'morgens 3 pakken, s'middags 3 pakken. Mm-hmm. Dus dan zult u berekenen wat het kost. We hebben momenteel niks in huis. Meneer Bosman die koopt, ja, moet gaan creëren om elke dag iets voor ons te zoeken. Leent zijn geld uit en als hij terugkrijgt, moet hij terugbetalen. Het is geen gezicht voor een grote man. En hij vandaag reist alleen met kip? Ja. En geen groente, niks? Nee, ik heb wel een groente gedriegen, maar later, maar dat is al gegeten. Oké. Wat komt u tekort in het... Wat komt u tekort in het tehuis, in uw keuken? Want u bent de kok. Heel veel. Heel veel, zoals? Noemt u wat op voor mij? Net als een kokkelige olie. Want het is dagelijks meer rijstkip, geen vis. Ik zou een tijdje vis gegeten, maar dat heb ik zelf gekocht. Dus als het olie kan zijn, rijst, kip, vis, broodbeleg. Dat is het. En schoonmaakmiddelen. Ja. Oké, want ik heb een donatie gekregen. Luus, wil jij nog wat zeggen? Ik ben Lucia hier komen aantreffen. Erg verrassend. Ja, nee, nou niet verrassend. Ik help een beetje natuurlijk met die administratie. Want het is, als je geen goed cliëntendossier hebt, wordt het echt moeilijk om goed te werken. Wat ik ook merk is een duidelijk gestructureerd plan. Ja. Hoe het personeel eigenlijk moet werken. Maar dan doe je eigenlijk een beetje natte vingerwerk, waardoor je ziet dat het werk, zeg maar, te wensen overlaat. Ja, een beetje ad hoc wordt het. Dus okay. Ik heb ook gevraagd om hij te dossiers zien. Dossiers zijn niet in orde, zijn niet allemaal accuraat opgelegd. Maar aan wie ligt het dan? Is hier de heer Gemerts verantwoordelijk voor? Eigenlijk wel. Kijk, hij is hoofdverantwoordelijke, toch? Meneer Gemerts is hoofdverantwoordelijke. Ja. En dan zou hij eigenlijk wel iemand in dienst moeten nemen. Uh-huh. Of mensen moeten sturen om haar te ondersteunen. Maar hoe ga je het werk gestructureerd doen? Zodat ieder een beetje toch prettig is. Want als je binnenkomt, dan zie je dat de sfeer ook een beetje gespannen is. Ja, klopt. Het ruikt het absoluut. Maar het ruikt ook niet fris gisteren. Maar ik zeg altijd, wanneer je administratie alles netjes op orde is, en je hebt je budget, precies wat je per dag moet gebruiken, dan gaat het ook een beetje makkelijker. En ik merk dat dat een gebrek is. Dus ik kwam hier omdat, je hebt Desma. Dus ik ben daar nu daarmee bezig om te helpen. Dat er een beetje meer structuur komt en ook in mijn werkwijze. Want ik zie dat ze niet echt een goede programma. Maar wat zijn de opleidingen dan van deze mensen? Ja, ik heb niet zo ver eigenlijk gekeken, want het dossier van het personeel, die ligt eigenlijk ook niet meer. Nee, maar die ligt op het hoofdkantoor, heb ik me laten vertellen. Want dat het eerste wat ik zei, ga je vragen, waar ligt het dossier? Ze heeft eigenlijk niets. Maar wat is dus haar opleiding? Ze heeft nog geen afgeronde opleiding. Oké, is zij in staat dit te draaien? Op basis van ik denk wel met haar motivatie en ondersteuning dat het wel goed kan komen. Maar ze heeft dat wel nodig. Ja. Dus ik merk dat ze graag wil, dat ze gemotiveerd is, maar ik merk ook wel dat ze hulp nodig heeft. Ja, ik ben net rondgelopen, Luus, en ik moet eerlijk zeggen, ik wilde gewoon huilen. Ik wil huilen om te zien hoe mensen zo liggen, gewoon liggen. En wat hoor ik van een bewoner, dat er zelfs s'nachts geen personeel is. Ja, maar dat heeft zij ook gezegd, want ze loopt eigenlijk op haar tenen. Zoveel vuil dat er daar vuile was. Ja. Ze loopt op haar tenen, dus ik kan begrijpen dat zij niet alles kan doen tegelijkertijd. Dus meneer Gemerts moet ervoor gaan zorgen dat er personeel komt. Maar als je een bepaalde naamduiten hebt, dan wordt het ook soms moeilijk om personeel aan te trekken. Want als ze personeel aanhoren, daar moet ik gaan werken, dan bij sollicitaties, dan keren ze eigenlijk aan hun rug. Dus het wordt moeilijk om goede personeel te vinden, want als je aan die goede reputatie als manager of leidinggevende wordt het moeilijk. En nu hoor je ook dat de mensen dan hier en daar een beetje betaald worden. Die meneer werkt al een tijdje meer, maar hij heeft nog geen salaris. En dat moet je vinden. Dus dat zij dat nog blijft en dit doet, het is te becomplimenteren. Want op een gegeven moment, zij is wel een goede kracht. Iemand heeft er zo mee, hè. Iemand neemt er zo mee en betaalt dat beter. Dus oké, ik heb donaties gekregen, Lucia, om wat spullen te kopen. Ik heb net gehoord in een ander, maar ik vind wel, al moet ik zelf komen, om
dat het echt schoongemaakt moet worden. Ja. Want anders naar poerbroek. Maar dat komt er ook, want ik heb ook gezien dat ze heeft wel een, ik heb gekeken, ze heeft wel een plannetje geschreven, zeg maar, voor de nachtdienst. Maar ik merk dat het heel sumier is en dat het eigenlijk niet zo volledig is. Dus als je het maakt, moet je het goed beschrijven, zodat er duidelijk verwacht wordt van de medewerkers wat ze moeten doen. En er is geen functieomschrijving. Maar dat heeft zij dus ook niet geleerd? Ook niet, nee, eigenlijk dus, ook niet. Dus die schoen is ook te groot? Nou ja, goed, ik, als ze hulp krijgt. Nee, op dit moment ja, is die schoen te groot. Ja, okay, ze want, zou dat moeten. Ja, dus zij heeft begeleiding nodig. Ze heeft echt begeleiding. Ja, ja, ik heb niks lelijk gezegd nee, over die mevrouw. Ik zeg gewoon, die schoen is te groot. Ja. Want dan, dus, anders krijgen mensen gelijk hun ego, van, nee. Ja, aha, nee. Nee, nee, maar zanego, zanego. Het is erg triest, mensen. Oké, okay, ik ga een en ander kopen nu. Ik heb ook geld gekregen. Goed. Ik ga ze boodschappen halen. Wat schoonmaakmiddelen halen. Die ene meneer wil je spreken, die oude meneer die niet ziet, wil je spreken. Maar mag ik hem filmen? Weet hij dat ik film? Ja, ik mag hem zelf niet filmen. Oké, okay, dan. Ik. Ja, hij heeft geleerd. Ik heb het stinkt hier, mensen. Ik ben een Berenstein. Je wilt met me praten, hoor ik, meneer Berenstein? Ja. Maar ik. Als het mogelijk is. Maar u komt wel op de film. Oké. Geen probleem, oké. Oké, gaat u rechtop zitten, meneer Berenstein? Ziet u goed? Of? Nee, helemaal blind. U bent helemaal blind, oké. Okay. Misschien kunt u hem even helpen met een t-shirt, no? Natuurlijk. Okay. Kijk daar. Op die stoel, toch? Ja. Zijn dat schone kleren? Okay, ja. Nou, ik wil nog even wachten. En u wilde mij spreken, hoor ik. Nou, meneer Berenstein, vertelt u het maar. Ja. Oh, omdat het niet... Ik kan het niet goed. Anego schreef schreef nee. Sanego, ja. Next, nego. Eta, nego. Kede, pina, pina, nego, nego. Maar, lukt het? Ja, maar bunya, unekissing. Unekissing van bunyang? Nee. Ja. Oké, okay, ik wil even deze meneer dat hij zijn t-shirt aandoen, want mensen komen een beetje uit rekening met mensen van ja. Oh, okay. Altijd eerst die hand doen, maar. Ik wil mensen want. Bent u bang niet dat meneer Gemerts boos gaat worden? Ik hoor. Ja? Nee, dat ga ik maar niet kunnen doen. Oké. Okay. Maar als jullie problemen komen, dan, mijn nummer heeft u, dan... Ja, oké, okay, goed. Meneer Berenstein, goedemiddag. Goedemiddag. Vertelt u het maar, u bent niet tevreden? Nee, ik ben echt niet tevreden. Maar. Vertel want me. Ik moet even mijn brood zelf brengen. Mm-hmm. Ik moet mijn brood zelf verzorgen. Want jullie betalen hier niet... Geen verblijfkosten, nee, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Alles doet de overheid. Alles doet de overheid. Dus de overheid moet ook zorg dragen dat jullie eten krijgen, zeg ja. Ik het goed? Ja. En je moet zelf voor jullie toiletpapier zorgen, dat doet de overheid niet? Nee, okay. Alles moeten jullie zelf voor zorgen. Ja, en hoe is de situatie hier nu voor u, meneer Berenstein? Zo, het is echt slecht, dat zeg ik, het is slecht. Mm-hmm. Het is echt slecht. We hebben geen zuster. De nitty van Sanipsa na wonen aan man, die smaak kari. En u slaapt met hem hier op de kamer? Ja, hier. Ja. Oh, u helpt hem? Oh, maar hij helpt u om het toilet te brengen? Geweldig van u dat u dat doet, hoor. Echt waar, echt wel. Geweldig, geweldig. Meneer Berenstein, heeft u zelf ook nog familie in Suriname? Nee. Nee. Ik heb niemand. Helemaal niemand. Dus de hele dag ligt u op bed... Ja, ik weet het. Ik luister naar radio. Ik kan nergens gaan. Mm-hmm. Dompjes naar Dorosee? Ja, Wawalees. Wawalee, oké. Kutakum tekawaka serefi. Ja, ja, ja. Anders had je mama op dat probleem. Ja, ja, ja. Want ik zie, ik ben 100% blind. 100% blind. Ja, en u heeft u vandaag gegeten? Ja, ik heb gegeten. Een curry masala. Ja, met witte rijst. Ja, witte rijst. Geen groente. Nee. Vanmorgen wel een beetje beschuit gehad? Nee.
Brood? Ook niet. Hij geeft me. Uw buurman die hier ligt, die ik net heb gesproken. Ja. Hier, ik ben net bij een meneer geweest en zijn hele matras heeft een hele deuk. En ik denk dat nou, uw matras ziet er gelukkig nog goed uit. Meneer Berenstein, wat ik u... Ik heb mijn matras, mijn bed. Ja. Heb ik zelf verzorgd. Mm-hmm. Als mijn sponsor niet. Oké. Okay. Ik kom mezelf netjes. Ja. Maar alleen voor mijn kop in aanraking. En zo, dat bleef ik rustig in de kamer. Ja. Maar Annek was er vooral. Annek was er schrijven. Oké, meneer Berenstein, wat ik u kan beloven, ik vind het heel erg en ik wil ook mijn verontschuldigingen aanbieden. Dit is niet zoals u behandeld wordt te worden. Ik wil u echt vragen, excuses, dat trasma, het doet zo lang aan jou, twee Ibereni, je nou was mijn naam op beperking. Ik ga brood kopen, dat u vanavond brood kunt eten. Jere? Ja, dankjewel. En, oké, ik ga naar beneden. Ik denk, ik kreeg toe, man. Ai, maar ja, hoe bent u? 66. Ik ga je niet beraden. Mensen, kijk. Meneer Berenstein is verdrietig. En hij heeft alle reden om verdrietig te zijn. Ik ga boodschappen halen, meneer Berenstein. Ja, hè? Zet je allemaal lekkers komen, extra G. En no last baby. Deze meneer heet meneer Berenstein. En ik ga boodschappen halen. En mijn mama stel me voor. Deze regering is een vloek. Hou jullie op, man. Hou jullie op. En deze regering wang. Het is na jarenlang. Komt de kassan leeg. Kassan de. De smaak aan de lukutras, maar boom. Is aan een no. Is aan een no. Ik ga boodschappen halen. Ik ben straks weer terug. Ik ga boodschappen halen, zus. Kunnen jullie een lijst voor me maken? U bent de kok. Maak een lijst van jij. Ik pakken. En ten aanzien van schoonmaakmiddelen. Ik ga even helpen om de badkamer schoon te maken. Ja. Ik heb gezien, ik wil die meneer zijn urinaal schoonmaken. Dit kan echt niet. Dus ik ga wat boodschappen halen qua schoonmaakmiddelen. En u zet van mij voor... meneer Berenstein is aan het huilen. Laat mij ook huilen. Zo kunnen we toch gewoon niet met onze mensen om. Maar goed. Nou goed, ze hebben nu gesproken. En ik ga mijn telefoonnummer achterlaten. Want mocht blijken dat er sancties komen voor deze heren, wil ik gelijk gebeld worden. Voor deze heren. Wij denken nu aan ons nu. Dan belt u mij. Ja, echt wel. Hij wil weggaan, hij wil naar huis gaan. Je bent bang? Ja, hij wil weggaan. Hij wil weggaan. Hij is bang voor. Als jullie weggaan, wie zit met de mensen? Kom jij dan zitten? Ik ga dus daar. Wat denk je mee los als ze lolo's aan hier? Kan we niet toch even boodschappen halen? Ik kreeg een lijst van ze mee. Ik zat net met die meneer te praten. Nee, helder. Nee, meneer Berenstein. Nee, meneer Berenstein.
Zijn die anderen al klaar? Ze vonden dat niet. We zijn met die manier bezig. En weet u, waarom? Ik vraag hoor. Ik vraag hem. Hoe lang is deze situatie zo, mevrouw? Hoe lang is deze situatie hier zo? Een jaar, twee jaar, drie jaar? Vanaf de media, de vorige keer, de media schandaal wat er was, vanaf nadien hebben we dat probleem constant gehad. We kunnen geen mensen, vanaf dat kunnen we geen mensen in dienst nemen. Ze willen ook niet komen. En anderen komen en ze gaan weg. Want ze worden laat betaald, dus sommige mensen pikken dat die blijven ze gelijk weg. Hoe lang is hij directeur hier? Zo, ik ben 3 jaar voor hem, maar hoe lang hij directeur is, weet ik niet. En 3 jaar was deze situatie al zo? Ik ben niet zo, ik ben niet 3 jaar in het tehuis. Je bent na die mediaschandaal hebben ze me hier gezet. Vorig jaar, oktober ben ik hier gezet, vorig jaar. Dus je weet niet hoe de situatie hiervoor was? Dat weet u niet. Ja, daarvoor meen ik. Maar goed, ik kan aan het meubilair zien en zo, zeg mij al genoeg. Waarom? Je kunt er zo meneer Berenstein naar binnen. Oké. Okay. Ik ga even wat spullen halen. Schoonmaakspullen en brood en zo. Zodat meneer Berenstein kan eten vanavond. En eigenlijk zou je de politie moeten bellen. Nee. Eigenlijk zou je de politie moeten bellen, toch? Aanklachten die van dit is verwaarlozing. Hebben mensen, ik ga eruit, ik ben straks weer terug met de boodschappen. Dank jullie wel voor het delen. Deel deze live zoveel mogelijk. Niet vanwege sensatie, maar om te laten zien. Om te laten zien hoe wij omgaan met elkaar. Schandalig. Later.